Vandaag hadden we een hele speciale help. Ik sta naast twee dames met precies hetzelfde judo-probleem. Ik zou graag de Ippel Seineke willen leren. Ik wil ook graag de Ippel Seineke leren. Dus jullie willen de Ippel Seineke willen leren? Nee, de Ippel Seineke. Ippo Seko, nee. Nee, de Ippel Seineke. De Ippon nee. Nee? Wel. Ippo Poko, nee. Weet je wat, ik vind het allemaal goed. Hè? En van wie zouden jullie dat dan willen leren? Marinde Verkerk. Zet de schouderworp in, achterover, vol op de rug, Ippon. En zo pakt Marinde Verkerk de nationale titel in de klasse tot 78 kilogram. Oké, dames. We gaan ons nu heel goed concentreren. En denk aan Marinde. Komt ze vanzelf. Marinde... Ja, hoe schrik is dat zeg. Meteen naar mijn concentratie. Hallo. Hey, hoe is het? Goed. Deze twee dames die willen graag de zakje... wat willen jullie ook alweer leren? Ippon Seineke. Mag ik net zeggen? Het is een schouderworp. Sommigen noemen hem op zijn Nederlands ook wel spierbal op spierbal. Pak vast aan de rever. Met mijn spierbal klem ik haar spierbal in. Dan draai ik in. Dan til ik haar op. Aan de slag. Aan de slag. Aan de slag. Aan de slag. Had je mee? Ja, ik ga mee. Ja, ik stond er niks van dat Japan. Alsof ik meega, natuurlijk. Snap er niks van. Hartstikke idee. Nou. Als je Ippon Seineke gaat oefenen. Op het moment dat je indraait, maak je eerst een grote stap naar achter. Maak je eigenlijk hier ruimte met je arm. Zodat je die spierbal op spierbal kan maken. En dan draai je in. Dan trek je er gelijk op je rug. Juist. Nog een keer. Oké, je stapt, je zet je andere voeten naast, ga je meer door je knieën zak. Zak. Ja, beter. Beter. Nog eerder zakken. Kun je voordoen wat zij doet? Ik ben wel even met jou. Oh, ja. Ik zal je niet gooien. Hey, Rob, dat is heel anders. Maar als ik pas ga zakken, op het moment dat hij al hier is, doet hij zijn buik naar voren en dan kan ik hem niet meer halen. Dus op het moment dat ik dus naar achter stap, moet ik gelijk gaan zakken. Dat kost bijna geen kracht. Yes, kijk eens. Daar komt hij. Nog sneller draaien. Goed. Beter hoor. Ja, yes. Dit is hem. Nou, dit is heel goed zeg. Recht overheen. En wat is het grote verschil? Het is veel makkelijker en het lukt beter. Anouk, gaat het goed? Ja, ja. Met jou ook? Ja, ja. Ja, want door elkaar gehusteld eigenlijk bijna. Hè? Ik vind het wel heel stoer dat jullie op judo zitten. Waarom zijn jullie begonnen met judo? Omdat ik vroeger een beetje gepest werd. Oh. En ik meer zelfvertrouwen nodig had. En nu ben je zeker er ook nu. Mm. En word je nu nog steeds... Nu word je niet meer gepest, nee. Want nu weten ze het natuurlijk. Ja, kijk eens aan. Zo gaat dat. En jij, Anouk? Mijn moeder zat vroeger ook op judo. En toen had ze een keer verteld. En toen wou ik ook een paar lessen meedoen. En toen vond ik het heel erg leuk. Gaan we verder met jou? Hè? Laat maar zien. Dan gaan we eens kijken hoe dat gaat. Ja, ik zie het. Het is een heel klein dingetje. Maar het is wel iets wat je altijd moet blijven doen. Is je klemt, je draait er goed in. Maar je heup ga je overdreven opzij doen. En je voeten schuin de andere kant op. Waardoor automatisch jouw heup ook meer opzij kan. Nog een keer. Ja. Dan nog meer je heup opzij. En dan draai je in en stap je naast. Je stap. En je zet bij. Juist. Doe maar. Yes. Nog een keer. Ah, goed. Zijn ze toe aan de finale? Ik denk het wel. Hoe gaan we die finale doen? Ik zeg randori. Hè? Randori. Ja, dat kan je wel zeggen. Toch? Wat betekent het? Een wedstrijdje. Oh. Had je mee?